de wijkverpleging. Ik dacht dat het lekker makkelijk zou zijn. Beetje wassen, steunkousen aantrekken, insulinetje spuiten, beetje koffie drinken met die oudjes. Maar nee hoor, het moet tegenwoordig zo professioneel allemaal. Ik moest al aanpassende zorg doen en nu willen ze ook nog eens dat ik continu het verpleegkundig proces doorloop. Man, 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 ik word er gewoon duizelig van. Kijk, ik heb het echt wel op school geleerd hoor. Maar ik dacht, dat kan ik natuurlijk gelijk weer vergeten. Want aan die theorie heb ik in de praktijk natuurlijk helemaal niks. Maar goed, ik probeer het wel weer gewoon. En ik ga hier eens even lekker stap 6 uitvoeren. Dat is het evalueren en monitoren van de zorg. En ik pas gelijk even het zorgplan aan. Want dan kan ik stap 1, 2, 3 en 4 ook gelijk afvinken. Zo, nou, ik kom weer eens eventjes evalueren en monitoren hoe het met u gaat hoor. Want de indicatie loopt bijna af. En nou, wat kijkt u, Sim? Wil het niet lukken met de hulpmiddelen of zo? Ik zie het al. U heeft niet eens sokken aan. Nou, een snelle leerling bent u in ieder geval niet. Jongen, jongen, ik heb het alweer gezien hoor. Ik ga maar eens even uw zorgplan aanpassen, want dit wordt hem natuurlijk niet. Zo, nou. Zet ik hem gelijk even op 1,5 jaar. Ja, dan hoeven we voorlopig ons daar niet meer op te richten en kunnen we echt op stap 5 richten. Het plannen en uitvoeren van de zorg. En het bijkomende voordeel? Ik heb even geen administratieve last. En tegen die tijd kunt u het zelf weer, hè? Hey, doei! Nou, zuster Sjaan maakt het weer lekker bont, hè? Met het stellen van een indicatie van 1,5 jaar. Waarbij de nadruk ligt op het drukken van de administratieve lasten. Toch zien we binnen ICARE dat indicaties wel vaker te ruim worden gesteld en niet altijd passen bij de gestelde doelen. In de wijkverpleging is het doorlopen van het verpleegkundig proces belangrijk voor een passend plan en een goede indicatie van zorg. Het is geen inventarisatie van slechts één moment. Het is een continu proces waarbij verpleegkundige diagnoses en zorgdoelen worden gesteld, bijgesteld, uitgevoerd en geëvalueerd. Ook wanneer iemand met een chronische aandoening blijvend onze zorg nodig heeft, is het belangrijk om dit te blijven doen. Bijvoorbeeld gericht op preventie. Bij ICARE zien we het verpleegkundig proces als een basis voor het verlenen van passende zorg. We hebben afgesproken dat we bij alle nieuwe ZVW-klanten de 6 stappen van het verpleegkundig proces doorlopen in de eerste 6 weken. Hierdoor komen we tot nog passendere zorgplannen en indicaties. En misschien nog wel belangrijker, zo is het verpleegkundig proces een hulpmiddel, zodat onze cliënten eigen regie houden en zo zelfstandig mogelijk kunnen leven.